Tot sinds in de rechtbank zeiden we voorgevlogd tegen de minister. En we hadden al een afspraak met een advocaat. De dag voor die afspraak kregen we het volgende bericht. Uit nader onderzoek blijkt dat het versterkingsadvies van de bewoning voor 24 april 2018 met u is gedeeld. In tegenstelling tot de boodschap uit de brief van eind april 2018 gaat het versterkingsprogramma van uw woning daarom gewoon door. Goed nieuws dus. We gaan gewoon door. Nou ja, wat heet gewoon? Tot nog toe was niks gewoon. En de volgende dag neemt Alders ontslag. Als je hoort en leest wat zijn beweegredenen zijn, dan kun je niet anders concluderen dan dat hij gelijk heeft. Ik kan er nu goed over oordelen, maar ik had het gevoel dat hij het eigenlijk heel goed deed, gegeven de omstandigheden. En die waren kloten. Dat is de enige term die ik ervoor kan verzinnen. Hij kon alleen maar duwen en trekken. Hij kon niks zelf beslissen. En als dat zijn baas, de minister, zo onbetrouwbaar blijkt, dan is er geen andere mogelijkheid dan opstappen. En nou zitten we met gebakken peren. Het boegbeeld van de versterkingsoperatie is opgestapt en de versterking ligt op zijn gat. Met dank aan minister Wiebes, die het allemaal wel even zal fixen. Minus Valdo!